Hoi en welkom op mijn kanaal. Vandaag heb ik weer een make-up tutorial voor jullie. Deze keer een pop-of color look. Het is wat meer outer geworden dan dat ik origineel gepland had, moet ik toegeven. Maar op zich vind ik deze nog behoorlijk makkelijk. Ja, weet je, hij is gewoon heel leuk om te doen, vind ik. Ik vind zelf het resultaat ook erg leuk. Als je het meer natuurlijk wil houden, kan je altijd het hele aquakleur weghalen, natuurlijk. Of missen. Om te beginnen niet aanbrengen. Waarschijnlijk makkelijker. Anyway, ja, als je meer filmpjes wil zien trouwens van me, dan kun je altijd abonneren op mijn kanaal. Ik doe voornamelijk heel veel make-up tutorials. En voor nu laten we beginnen aan deze look. Dacht, ik begin deze keer maar weer eens met mijn wenkbrauwen. De ooglook die wordt namelijk op zich. Ik denk dat die redelijk simpel wordt. Heel lang geleden, kan best al afgelopen lente zijn geweest, zag ik Katie op YouTube hier een look doen met een, volgens mij had zij geel gedaan in de binnenste ooghoek. In ieder geval pop of color, weet je wel. Een nude eye look met dan één felle kleur. En het leek me eigenlijk toen al leuk om ook eens zoiets te doen. Maar toen was ik afgeleid door 20.000 andere looks. En ja, ik weet niet. Nu, weet je, een jaar later of zo. Half jaar, bijna een jaar. Ik ben slecht met tijden, punt is. Leek het me leuk om eindelijk eens een keertje zo'n soort look te doen. Dus vandaar. Mijn idee is eigenlijk om voor dus een hele natuurlijke look te gaan in eerste instantie. En dan echt alleen in die binnenste ooghoek een hele felle kleur te doen. En de rest van mijn gezicht wil ik ook een beetje naturel houden. Ik weet totaal niet meer hoe haar look er eigenlijk verder uitzag qua wat voor soort look ze verder had gedaan. Maar ik wil in ieder geval wel iets met een eyeliner doen. Gewoon omdat ik zin heb in een eyeliner vandaag. En mijn wenkbrauwen wil ik wel aanwezig hebben, maar nog relatief natuurlijk. Dus niet te getekend, maar gewoon hairstrokes en ja, dit effect dus. Dan een oogpruimertje, die gaat zoals gewoonlijk weer ook eventjes als wenkbrauwopruimding. In mijn hoofd klonk die zin een stuk logischer, alleen ik had niet echt verzonnen hoe ik hem precies zou eindigen. Punt is, ja, ik ga er ook mijn wenkbrauw eventjes wat scherper mee maken aan de onderkant. Ik doe het altijd bewust wel met een zacht kwastje. Ten eerste, deze kwast is groot, dus je bent al snel klaar met het primen. Maar tevens, juist omdat hij best wel fluffy is aan de zijkant, krijg je niet een te net effect. Want ik wil geen hele lijn, ik wil gewoon, weet je wel, op een bepaald punt dat er geen wenkbrauwkleur meer zit, maar zonder dat het echt te strak wordt. En dan. Ja, camera, ik zit hier. Anyway, voor het makkelijke gedeelte van de ooglook ga ik het Riviera Palais van Anastasia Beverly Hills gebruiken. Zoals gewoonlijk, je hoeft niet dezelfde te gebruiken. Basically, je hebt nude kleuren nodig en je hebt één felle kleur naar keuze nodig. Ik ga voor iets wat bij mijn kleding past, want dat vind ik dan wel weer leuk. Er zit één haar in mijn gezicht. Oké, hij is weg. Anyway, je kan iedere kleur kiezen die je wil natuurlijk. Ieder palet kiezen die je wil. Alles wat ik gebruikt heb zal ik weer onder het filmpje neerzetten zoals gewoonlijk. Maar ik begin heel verrassend met een transitiekleur in de crease. Uit zelfkennis ga ik voor een redelijk lichte kleur. Want anders weet ik namelijk altijd dat dit een halve smoky eye wordt. Gewoon met een fluffy kwast. En wat ik altijd zelf graag doe is heel goed het erin deppen. Indeppen, opdeppen. Nou ja, in ieder geval zorgen dat dit ook de kleur in de crease, de kleur, de poeder, de. Wacht. Laten we even die zin opnieuw beginnen. Ik doe genoeg oogschaduw in het middenste gedeelte van de crease, het diepste gedeelte, om ook gelijk niet alleen kleur toe te voegen, maar de oogprimer ook te zetten. Ik weet niet hoe ik zo'n op zich simpele zin in eerste instantie wist te verwoorden tot iets compleet onlogisch, maar dat is in ieder geval maar mijn punt. Ik zet het nooit met gewoon gezichtspoeder trouwens. Gewoon simpelweg omdat ik niet wil dat het juist minder kleverig wordt. Ik wil wel dat de kleuren goed intens pakken. Er zitten daar twee wenkbrauwhaartjes die ik dadelijk even ga tweezen trouwens. Dan ga ik er even in met een wat kleiner kwastje. Ik wou bijna het een groter kwastje noemen. En ik begin hier eventjes. En een donkerdere kleur. En dit wordt de donkerste kleur die ik ga gebruiken qua oogschaduws. Gewoon om die crease nog meer wel pakkend te maken. Maar again, ik wil het niet te donker hebben. Dus ik hou het gewoon hierop en ik blend het voorzichtig uit naar boven en een beetje naar binnen toe, zodat er geen harde lijnen in zitten. Maar ik hou het wel zacht genoeg dat het dus niet, ja, weet je wel, again, dat smoky eye effect wordt wat ik altijd per ongeluk krijg.
Dan nog eventjes de wenkbrauw highlight. Die gaat in een witte kleur, want dat is de lichtste kleur uit dit palet. Je kan ook een nude kleur gebruiken om het nog wat subtieler te houden. En daarna met de Fluffy Blender zonder extra product eventjes dat bij elkaar blenden. Dat bij elkaar blenden, de crease en de wenkbrauw highlight. En op het ooglid, die was ik bijna vergeten, breng ik eventjes die witte kleur aan, vermengd met de eerste crease kleur. Dus die transitiekleur. Gewoon te zorgen dat het ook mooi, wel ingevuld is. Oké, accuwissel en we zijn even ingezoomd, want ik ga een eyelinertje zetten. Serieus, ik hoor wel eens van mensen dat die echt gewoon van tevoren hun camera opladen en dan één heel filmpje doen op één accu. Ik heb dat serieus nog nooit gepresteerd. Ik weet niet, ik kan dat gewoon niet. Misschien ben ik een trage filmer, ik weet het niet. In ieder geval, ja, ik heb altijd twee accu's en die wissel ik dan. Dat interesseert jullie waarschijnlijk geen bal. Anyway, ik ga eventjes een eyeliner zetten. En de laatste tijd vind ik het prettig om dat te doen met een engeld kwastje. Deze kocht ik laatst bij Exo Beauty, want ik dacht, hey, zo'n soort kwastje heb ik nog niet, dus vandaar. De liner is gewoon van Kiko, gewoon een gel liner. Maar in ieder geval, wat ik hier prettig mee vind, is dat je een streep en een streep kan zetten en dan heb je alvast een wing. En doordat hij zo dun is, kan ik hem echt heel dun krijgen. Dat klinkt logisch en toch onlogisch, ik weet het. Maar als ik een winged liner doe met een liquid liner, ik weet niet. Ik word dan altijd een beetje te enthousiast en dan heb ik een hele complete, dikke, dikke eyeliner. Met deze kan ik het daadwerkelijk natuurlijk houden. Dus ja, ik merk wel dat gel liner in de binnenste ooghoek wat meer kan smutsen dan liquid liner bij mij doet. Dus hou daar wel rekening mee als het een hele dag moet blijven zitten. Maar hiermee krijg ik daadwerkelijk een subtiele liner voor elkaar, wat wel zo prettig is. Zoals je kan zien, het is ietsje minder strak dan met een liquid liner. Maar ik vind juist het zachtere smoky effect wel gaaf. En ja, again, dit is gewoon echt een kleinere liner dan dat ik voor elkaar krijg met een liquid liner. Ik wil geen super dekkende laag vandaag. Dus ik denk dat ik eventjes voor een... ik weet wel zeker, want ik stop het nu op mijn gezicht, dat ik voor een BB cream ga. En waar ik wat extra dekking wil, wat concealer. En dan wat extra highlight onder de ogen. Ik heb ook eventjes afgepoederd. Wel zo handig met een vettige huid. Nou, eventjes wenkbrauwplumper. En dan maak ik denk ik eerst even snel de rest van mijn gezicht af. En dan gaan we terug naar de ogen. Ik ga het even heel simpel houden voor mijn gezicht. Met één enkel paletje. Deze is van Catrice. Want deze is neutraal genoeg om overal in principe gewoon bij te passen. Dus vandaar. Eerst eventjes een... relatief een milde contour. Gevolgd door een natuurlijk roze blushkleurtje. En dan een goud getinte highlight. En dan weer eventjes up close en personal om de ogen af te maken. Ik weet niet waar ik net zojuist in stikte. Anyway, ik ga eerst met dat platte kwastje waar ik net de eyeliner ook mee heb gedaan. En de donkerbruine kleur... eventjes mijn onderooglid wat donkerder maken. Ik geef net even wat meer definitie. En dan vervolgens met de transitiekleur en een fluffy kwastje dat even uitblenden. Oké, als je wil kan je het ook... Wacht even. Oké. Als je wil kan je het ook zo laten en de gouden highlight in de... Auw, ik prik mezelf bijna in mijn snuit. Anyway... de gouden highlight in de binnenste ooghoek gebruiken. En dan gewoon, weet je wel, het als natuurlijke look houden. Maar ik ga nu dus naar de pop of color. Dus ik ga eerst eventjes een enigszins verdoemd... de hele bovenkant is afgebroken. Ik ga een lijm gebruiken. Een glitter lijm. Geen 10 seconden lijm. Een glitter lijm gebruiken. Deze is van NYX en die in mijn binnenste ooghoek aanbrengen. Je hoeft hier niet te veel van te gebruiken. Het moet geen hele cakey laag zijn. Gewoon een beetje is genoeg. En dan eroverheen met de shimmerkleur.
En dan gewoon omdat het kan. Bedankt voor de focuscamera. Ga ik er ook nog met een highlight overheen. Dit is Supreme Frost Hyperthermia van Jeffree Star. Het is een beetje paars-groen reflect. Ja. Iets in zo'n kleurtje in ieder geval gaat er dan nog overheen. Dan de waterlijn, die wordt groen. Beetje aquagroen, net als de... Nou ja, net als die binnenste ooghoek highlight. Die hele subtiele die ik net heb aangebracht. Dit is trouwens een Color Kajal Kohl Pencil van Kiko. Camera, wat is je probleem vandaag? Anyway, dus Color Kajal Pencil van Kiko. Color Kajal. Hoe dan ook, in ieder geval. Ik vind deze echt heel goed trouwens. Ze zijn affordable, weet je, iets van 4 of 5 euro of zo. Maar ze geven wel kleur en ze blijven goed zitten. Dus snelle aanrader tussendoor. Ik ga nu door naar mijn wimpers. Oké, ik ga voor een, lang en wijs beraad met mezelf, voor een redelijk natuurlijk paardje. Dan ben je bijna klaar met filmen en dan wordt het ineens zonnig. Frustrerend, hopelijk komt die wolk snel weer terug. Anyway, ik zit hier mezelf te verblinden in het licht. Maar goed, ik ga voor een redelijk natuurlijk paardje, want ik wil wel valse wimpers, maar ik wil ze niet too much hebben. Dus vandaar. Ik weet de naam van deze niet uit mijn hoofd, ik zal het onder het filmpje neerzetten. Oké, dat zit erop. Dan nog de lippen. Ik wilde eigenlijk eerst voor een donkere kleur gaan. Maar ik denk om het nog wat meer wearable te houden dat ik nu voor iets nudes ga. Wat precies had ik dan nog niet echt verzonnen eigenlijk. Oké, beslissing is genomen. Nu moet ik hem alleen nog zien te vinden. Oh, daar. Wanneer je iets zoekt dat recht voor je neus ligt en je het alsnog niet kan vinden. Ik ga voor een nude van Catrice, een beetje roze-achtige tint. Oké, ik denk dat we er zijn. Ik ga nog even setting spray toevoegen. Trouwens, je kan ook mascara toevoegen. Dat heb ik niet gedaan omdat ik recentelijk mijn wimpers geverfd heb. Dus het is niet echt nodig nu. Als je ze niet verft, kan je natuurlijk wel mascara aanbrengen. En dan door naar de review. En dan hebben we het uiteindelijke resultaat. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. Als je het leuk vond om te kijken, ik heb net mijn horloge geslagen. Anyway. Dus, als je dit leuk vond om te kijken, klik dan alsjeblieft op de like-button. Het zou me heel erg helpen. En dat was het voor vandaag. In ieder geval weer heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie verder een hele fijne dag hebben. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!